Een uitstekende overwinning na de winterstop voor FCM. De Graafschap werd met slechts 2-1 verslagen. En maar had kansen op meer. Maar de 2-1 overwinning telt. Ja, want je gevoel uiteindelijk in zo'n eindfase is dat je tegen een minderheid van 1, dan de keeper van hun ging eraf, dat je toch nog even billenknijp is. En dan hebben we onszelf een beetje aangedaan. Want inderdaad, de eerste helft waren we oppermachtig en herenmeester. En hadden we al op een grotere tussenstand kunnen komen dan al 0-2. Tweede helft identiek tot de rode kaart keeper. En dan het onheil op je afroepen noemen ze het ook wel eens. Van één onoplettendheid en dan kan de sfeer in alles veranderen in zo'n wedstrijd. Ondanks dat je een man minder hebt en dan gaat het publiek erachter staan. En dan krijg je zo'n tweede helft na de rode kaart die je hebt gezien. Opportun de Graafschap, hachelijke momenten voor de goal. En wij niet meedogenloos en zakelijk genoeg met de kansen die we daarna nog krijgen. Want dat had natuurlijk al lang op slot moeten staan. Nee, ik heb nergens aan gedacht. Ik dacht, ik ga naar binnen en gewoon vol uithalen en met overtuiging. Ja, ik bedoel ook meer de actie, hè? Want dat zie je bij Robben natuurlijk ook. Die gaat dan van rechts naar binnen toe, jij dan vanaf de linkerkant. Hij zat vast in de kruising. Ja, hij zat er heerlijk in, ja. Ik schrok er wel een beetje van, maar heerlijk. Ja, en je dacht in de tweede helft, ik doe het gewoon nog een keer, maar dan van de andere kant. Ja, het scheelde niet veel. Nee. Het scheelde echt niet veel, nee. Maar ja, soms moet je gewoon, want het is een lastig veld. Het is plaatsen, balken opstuiten en dan moet je hem gewoon hard nemen. Ja. Dat je van de Graafschap uit met 2-1 wint, dat doen we goed, denk ik. En een goede pot neergezet. Alhoewel, we hadden wel meer kansen gehad en we hadden wel meer kunnen maken. Ja, moeten maken, zeg ik, hè? Want het werd op laatste eigenlijk nog onnodig spannend. Ja, inderdaad. Dan kun je toch al met misschien wel 3-4-0 voorstaan. Dan wordt het iets makkelijker voetballen. Alleen, we hebben het goed tot de 90ste minuut doorgedaan en 2-1. Dan moeten we wel voorop stellen dat Tim Siekman en Pedro herenmeester waren. Dus die wonnen echt alles. En je kan niks tegen diepe ballen doen die een keeper uit gaat voeren. Dus dat opportunisme hou je niet tegen. Maar dan stonden ze daar als een rots in de brandingen. Dus dat was ook lekker. In die omschakelingen, dan halen we er niets uit. En dan hadden lang 1-3, 1-4 of 1-5 moeten zijn. En dan heb je nog een hele aardige uitslag neergezet van een wedstrijd waar ik natuurlijk... Waar ik vandaag van poeh, dat wordt een pittige, want ze hebben afgelopen zondag tegen Cambuur op mij hier wel heel veel indruk gemaakt. Hebben we mooi de kop ingedrukt. Ja, en dat niet alleen, want het is een uitstekend weekend ook voor de ranglijst. Ja, volgens mij is nu 2 wedstrijden 6 punten in de periode. En we hebben nu een marge van 11 op de Graafschap en de rest van de uitslagen waren ook niet ongunstig. Dus op naar die vierde plek. Ja, we hadden gewoon dik moeten winnen in de tweede helft. Vooral na die rode kaart, we kregen kans na kans. Maar ja, dat is toch een beetje dat scherpte. De eerste wedstrijd moeten we de volgende wedstrijd maar weer doen. Ja, en dat is al over een week, of wat zeg ik, 6 dagen tegen Helmondsport. Als je naar de stand van de ranglijst kijkt, durf je ook nog verder naar boven te kijken? Nee, dit is waar we nu staan, doen we het heel goed. En vooral voor Emma zijn, doen we het gewoon uitstekend. En we hebben gewoon een goed team. En vanaf onze aanvoerder valt hem weg. En we hebben goed opgepakt vandaag. En we hebben gewoon goed gedaan. Ja, nee, wel vaak inderdaad. Maar goed, van vandaag was ik terecht. Dus hij pakt hem in zijn handen en dat mag niet. Het was ongelukkig, hè? De keeper gleed uit. En, ja, in de reflex pakte hij hem. Maar Banning had hem anders binnengetikt. Ja, denk ik wel. Anders was hij eroverheen gegaan, had hij hem gepakt. Dus, dat is wel lekker altijd. We hebben wedstrijd 1 gedaan van de competitie en dat doen we nu nog steeds. En dat levert dus weer op dat we de meeste goals in betaald voetbal hebben gemaakt. En dat levert dus ook overwinning op. Ja, niet alleen Emmen geeft hier een visitekaartje af, maar ook trainer Joop Gal. Superboer, heb je daar wat van gedroomd? Ja, mooie club. Hè? Ik mag nu toch wel, want ik mag toch nu wel iets voor mezelf. Ja, mooie club. Hè? Maar ja, hoe dan ook, fantastisch begin van de tweede helft van het seizoen, waar een heel mooi seizoen kan worden. Ja, en we moeten verder, want dit nogmaals, een hele zware maand gaat dit worden met 4 uitwedstrijden van de 5. Dus we moeten flink aan de bak en zolang we dit zo doen, dan zijn we zeer tevreden. Beter kun je niet beginnen. Beter kan je niet beginnen. De eerste klap is die euro waard.